Beste mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Bij de vorige vlog moest ik op alles ja zeggen. Bij deze vlog moet Vonk op alles ja zeggen. Gaan we dat vandaag doen? Dat gaan we dus vandaag doen. Heb je er zin in? Nee, dat gaan we niet vandaag doen. Jawel, want vandaag moeten er veel dingen gebeuren. Begrijp je? Ja, maar jij gaat me gewoon als assenpoester gebruiken. Dat is niet de bedoeling. Dat weten we niet. Maar we weten wel dat jij de challenge moet accepten. Dus jij gaat vandaag beginnen. Dus Vonk moet vandaag op alles ja zeggen. En we gaan dan gelijk beginnen. Vonneke. Nou, heel makkelijk. Ja. Vind jij mij lief? Ja. Oké, nou. Die was makkelijk, hè? Loop ja. loop je even met me mee? Ja. Oké, kom maar. Zie je die boodschappen? Ja. Zie je die afwas? Zie je die afwas, schat? Ik kan hem niet zien. Oh, je moet deze kant op kijken. Huh? Vonneke, kan je hierheen komen? Ja. Ja, ik ken het spelletje wel hoor. Lieve schat? Ja. Zie je de afwas? Ja. Ga jij die voor mij afwassen? Ja. Wauw! Jongens, dat scheelt wel hoor. Moeten jullie eens kijken. Afwas, Jezus, Mino. Nee, want ik zei ook al, zag jij die boodschappen? Ja, die zag ik. En die ook. Ja. Die moeten in onze koelkast. En deze koelkast is heel smerig. Dus die moet even worden schoongemaakt. Zou jij dat ook willen doen straks? Vanavond. Ja, vanavond. Oké. Nou, dat is al één opdracht. Dus ik laat jullie straks het resultaat zien. Kijken of het goed genoeg is. Schoon genoeg is. En dan ga ik even een paar andere dingen bedenken wat ze kan doen. Jongens, volgens mij hoorde ik in mijn linkeroor of in mijn rechter, ik weet het even niet meer, dat de afwas gedaan was. Was de afwas gedaan? Ja, en ik heb ook die fucking boodschappen voor je opgeruimd. Ah, Brownie, heb je de dus je hebt opgeruimd? Nou, dan gaan we even kijken hoor. Wauw! Jongens! Oei. Zo, spik en span. Alleen die nog even, moet ik zo even doen. Al het vlees. Oh, lekkere gambas gaan we eten jongens vandaag. Nou, dat bespaar ik Vonneke. Dat ga ik haar niet vragen. Ze heeft de afwas gedaan. Maar, wat ik haar wel ga vragen. Dat is. Vonneke. Ja. Ik heb heel veel last van mijn voet. Oei, dat is erg. Ja, dus wil jij mij masseren? Ja. Ja? Ah, wat lief. Nou, dan pak ik... kan jij ook de olie pakken? Ja. Lief is mama, Brownie. Nou, dit is echt, jongen, uitgelezen kans om alles te vragen aan Vonno wat ik maar wil. Haha. Nee, maar ik ga haar dus lekker mijn voeten laten masseren. En dan... Zo, kijk eens jongen. Ze heeft de olie meegenomen. Dus dat betekent dat ik mijn... Moest doen? Huh? Met die moes. Oh nee, ik vind het met olie toch lekkerder. Kijk jongens, dan gaan mijn sokken out. Out. Gaan mijn sokken out. Brownie. Dan bij papa. Zo jongens, dat gaat zo hoor. Oh, maar je moet echt niet doen alsof ik dit nooit aan mezelf doe. Dat doe je ook. Nu heb ik geen zin. Nu heb je geen zin? Nee. Hoezo? Omdat het moet. Kijk ja. Jongens, daar gaat het. Oh, lekker hoor. Ah, hoorden jullie dat? Zo, daar gaan we hoor. Dat Brownie gaat. Ja. Nou jongens, Vonneke heeft lekkere garnalen voor me gemaakt, dus die ga ik lekker pellen en eten. Dankjewel, shukran. Alsjeblieft. Nou dan ga ik even bedenken tijdens het eten wat ik Vonneke nog meer kan vragen en wat we nog meer kunnen doen. Als het moet trek ik het door tot morgen, want morgen hebben we een planning en dan kan ik het lekker doortrekken tot morgen. Wat? Toch? Hoor dat ook. Toch? Wat? Toch. Dat zeg jij?
Even kijken hoor. Nou jongens, het is nu inmiddels al avond en ik heb Vonneke gevraagd om het huis schoon te maken. Al had ik dat, was ik dat vergeten te filmen. Maar goed, ik vroeg Vonneke ook om hapjes te maken, dus ik dacht ik pak nu wel gelijk de camera erbij. En dat is ze dus nu aan het maken voor ons. Oh, die zitten nu in de oven. En ja, Vonneke heeft dus nu lekkere hapjes gemaakt. En ze heeft kaarsjes aangestoken. Voor de, ja, toch een beetje gezellig te maken. Ziet er niet uit hoor jongens, maar... Een beetje kaarsjes aangestoken. Nou, heel romantisch hoor. En Vonneke, als wij straks op de bank liggen, ga je me dan een lekkere rugmassage geven? Ja. Wat zei je? Ja. Dacht ik al. Hé hey jongens, omdat hey, wat we... dacht ik al? Omdat wij de video iets later begonnen zijn, zullen we hem doortrekken naar morgenmiddag. Ja. Ja, echt waar. We zijn, die van mij zijn we in de ochtend begonnen. Die van jou zijn we in de middag. De trek komt door naar voor morgenmiddag. Want we hebben hem in de avond begonnen. We zijn in de avond begonnen. Oh ja, is goed hoor. Dus dan wordt haar video ook natuurlijk doorgetrokken naar morgen. Zet mijn vinger niet op het geluid. Ja, ik tik vingers toch? Ik wou gisteren of eergisteren ook naar de Mediamarkt een vlogstok halen. Of hoe noem je dat? Een vlogstok? Een vlogstok? Zo'n ding die je in je camera doet. Hoe noem je dat? Een vlogstok. Een statief. Nee, een vlogstok. Dus daarom dat het beeld zo slecht is jongens. Sorry daarvoor, maar we gaan het verbeteren. Voor betere content, betere vlogs voor jullie. En een vlogstok voor mij. Een vlogstok, die gaan we dus even regelen. Zodat ik hem, dat die camera niet steeds valt en dat ik hem gewoon kan vasthouden. Begrijp je, want die denkbeelden die in die kleine meisjes hun hitte gaan. Je weet toch? Is gevaarlijk bro, want ik denk dat we normaliseren. Je regelt het hè? Kijk, het is een snelle chops, ik ben niet echt mijn best gedaan. Oh ja, het ziet er wel heel netjes uit hoor. Wauw. Als dit vaak genoeg wordt gezien door een kleine meid. Ja. Nou jongens, we hadden weer een hele lange dag. Wij gaan lekker slapen. We gaan morgen met de video verder als het goed is. We hebben morgen een hele drukke dag. Ja, in de tussentijd ga ik haar gewoon de challenge laten doen. Goedemiddag, het is nu 12 uur en wij zijn onderweg naar de gym. En de challenge is nog steeds geldig, Vonneke moet nog steeds op alles ja zeggen. En we hebben vandaag een paar afspraken, dus daar kan ik mooi gebruik van maken. Dus heb je er zin in vandaag? Nee. Waarom niet? Omdat we straks naar een paar dingen moeten en denk van, nou, dat kan je het echt niet doen man. Blijkbaar wel. En wat moet, dat moet. Dus prepared yourself. Protect yourself. Prepare, dat is toch prepare. Dat betekent wees voorbereid, toch? Be prepared. Nog een keer, be prepared, toch? Be prepared. Ja, even Be prepared. Vonneke, be prepared. Oh jongens, kijk die auto. Echt mooi. Vonneke, ja. Ga je mij trakteren op McDonald's? Ja. Oh trouwens, we zijn net naar de gym geweest. Dat heb ik helaas niet gefilmd omdat ik vergeten ben de camera mee te nemen. Maar Vonneke trakteert nu lekker McDonald's. Yes. Dankjewel. Werk ze nog. Dankjewel, schat. Ja. Wat heb je besteld voor mij? McChicken menu, vreedzak. Ze komen net van die gym en dan ga je McChicken menu eten. Hi. Hi. Wij sporen ook echt niet. We gaan naar de gym. Naar de Mackie. Ik heb een salade gehad hoor. Ja, dank je wel. Dus dan is het veel zo gooien met eten. Kan toch niet? Oh, voor nu van water had ik ook eigenlijk moeten bestellen. Yes, dank je wel. Maar voor mij is er een... Cola, zero. Nou guys, we zijn nu in Den Haag. We hebben straks een bezichtiging over een kwartiertje. Ja, ik weet niet wat ik hiervan vind man, van de buurt. Het is een beetje dood of zo.
No vibe. Ja. Ik ben gewoon meer op Poort gewend, man. Ja, maar je woont toch al heel je leven bijna, toch? Bijna. Ja, bijna, maar... Ik weet niet, met Almere is gewoon dicht bij Amsterdam. Het is gewoon overal dichtbij. Je weet toch, trein, bus, alles is dichtbij. Maar Den Haag... Wow. Is wel anders, man. Ja, maar ik denk we moeten nu wel echt een keuze gaan nemen, man. Gaan maken. Keuze gaan maken. Keuze gaan nemen. Keuze gaan maken. Jij mag sowieso niet praten over spellingsfout. I'm in love with the coco. Love with the coco. Coco. Oké, voor nu. Straks. Ja. Hebben we een bezichtiging. Voor een woning. Ja. En dan zeg jij tegen de makelaar, kies jij een moment uit. En dan zeg jij tegen de makelaar, wanneer ik de camera erbij bij je trek. Even denken hoor, wat ga je zeggen? Je veter zit los. Terwijl de veter helemaal niet los zit. Omdat ze echt gaat denken, what the fuck. Nog echt serieus? Ja, je moet tegen haar zeggen, haha, je veter zit los. En dan zegt ze, dan kijkt ze naar de schoen en zeg je, gadi. Want dat begrijpt ze toch niet. Ga je dat doen? Ja. Ja! I'll be right back. Ja jongens, we zijn Vonneke gaat nu haar lichaam waksen. En ik heb haar de opdracht gegeven dat ze tijdens het waksen keihard moet gaan schreeuwen. Dus Vonneke komt er zo aan. En dan film ik haar stiekem. En dan gaat ze keihard schreeuwen. Dus ik laat jullie zo zien. En dan ga je hoor. Onder de wax. Nou. Jij moet ook een keertje komen, hè? Nou? Jawel. Nee, man. Ja, of niet? Ja, precies. Ja, doe niet zoveel haar, hoor. Je hebt sowieso haar bij je onderbuik en je rug. Ja, maar dat scheer ik of gewoon. Of je rug. Nee, man. Maar hier zo. Nee, man. Jawel, je zal wel hebben. Ik heb, nee, hij wil niet. Nee, daarom. Nee. Ik ben wel waar. Hij heeft een pot voor haar bij zijn Ah, daar ga je. Maar hij is nog niet klaar. Oh, moet ik trekken? Hoor? Ja, hoor. Oké, komt ie. Je moet altijd de hele dag op haar wachten. Dan zegt ze ik ga even naar de kapper. En vervolgens zit ik 4-5 uur lang te wachten op haar. Dus dat gaan we ook nooit meer doen. Ja, Brandy ligt er lekker bij. Die geniet, die chillt gewoon. Maar ik moet de hele dag wachten. En dat vergeet ze natuurlijk. Oh, je mag niet. Nou, Fono. Ik heb nu 4 uur lang bij jou op jou gewacht. 3 uur lang, nou dat is voor mij 4 uur. Bij jou op jou gewacht bij de kapper. Ja. Dus nu als we thuis komen, wil ik een massage. En we hebben nog niet gegeten, dus er moet eten gemaakt worden. Kan jij dat voor mij doen? Ja. Oké. En ik wil dat je de hele autorit voor me gaat zingen. Ja. Ga je dat voor me doen? Ja. Oké dan. Doei! Vind je mijn haar mooi? Ja, sexy hoor. Wauw! Ik ben ook helemaal glad als een gladde aal. Ja, ik heb wat gezien. Harder! Hey, Sam. Deze ken ik niet. Oké, wacht. Harder! Ja, voor nog. Ja. We zijn nu bij de tankstation. Ja. Jij gaat hem even lekker vol tanken, ja? Ja? Kan jij de tank even vol tanken? Wat zeg je dan? Oh. Oké, nou, dat ga je dus even doen. En als jij straks naar de ingang loopt, ga je opdrukken en in de lucht springen. Opdrukken in de lucht springen, dat ga je 5 keer doen. Voor de ingang. Nee, joh. Daar, voor de ingang, precies voor de ingang. Nou, succes. Doei. Daar gaat ze, jongens.
Oh, oh, oh. Nou, goed te eten. Ik krijg levers uit het tandpasta tubetje. Zo, Brian, vind die levers echt lekker, hè? Echt, hè? Hij wordt ook echt dikker. Ik ga morgen nog zo'n tubetje kopen. Gaat wel snel, hè? Maar zo handig voor hem om mee te nemen. Ja. Alleen, we moeten eigenlijk een bakje of zo'n... Je hebt van die flesjes water die je dan kan neerzetten voor die hond, die kan je meenemen. Dat is wel handig. We moeten zo'n fonteintje halen, dan gaat hij weer 100% drinken. Nou, nu naar huis, ga je dat voor me koken? Ja. Oké. Oei, maar brownie moet ook worden uitgelaten. Kan je brownie voor me uitlaten? Boy, je vraagt wel echt heel veel in één keer, schat. Ja, als we thuis komen, ga je dan eerst brownie uitlaten? Ja. En als je voor me gekookt hebt, dan wil ik graag een massage. Kan je me dan lekker masseren? Luister, deze dag is al voorbij, hè? Oh, nee. Je hebt gisteravond gehad en vandaag. Ja, gisteravond, dat was een uurtje was dat. Nee, het is goed. Had je alleen gekookt? Ik heb afgewassen. En je hebt geluk gehad, want vandaag. Ik heb je echt heel, heel erg gespaard, hè, vandaag. En de mensen ook die kijken, die weten, ik hou niet van. Als ik iets doe, doe ik het gelijk extreem. En ik heb je echt gespaard vandaag. Oké, ja? Ja. Dus, to be kind, hoe zeg je dat? Wat voor volgt? To be continued. To be continued. To be continued. 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 Nou, be to continued. En Fonno, we hebben nog steeds niet gegeten en het is 8 uur. Ik weet niet of ik het kan zien. In ieder geval, jongens, het is 9 uur bedoel ik. En we hebben nog niet gegeten, dus lieve schat, kan je voor ons koken? Tacos, ga je dat maken? Ja. Ai. Oh, pardon. Oké, nou, ik heb een zin. We are right back. We be right back. And then I'm gonna show you the tacos. Ja, maar ik moet eerst die video even online zetten. Oké. Okay. Nou, jongens, I'll be right back. Hey, yatırmasın. Yatıracaksa. Ona seslenebilir mi? Kosu. Oké. Okay. Yeah. Wow. Yeah. Zo, lekker hoor, schat. Wauw, kom maar. Hoezo mijn voeten? Oh, moet ik jou zo filmen in een deken gewikkeld? Nee, nee, hij zei als het op het 30.000. Wauw, dankjewel hoor. Nu is het gewoon. Je bent echt lang door. Wauw, jongens. Schat, en straks kan je dan mijn voeten masseren? Brownie, je vindt money geluk. Ja, beste mensen, het is alweer de volgende dag. En de challenge is afgelopen. Wat vond je ervan? Ja, het was wel grappig. Grappig? Ja, maar veel moeten doen, hè? Nooit meer, hoor. En als jullie reageren in de comments dat er een deel 2 moet komen, komt er een deel 2. Maar die is dan 4 keer zo erg. Niet 2 keer. Nee, dan ga jij bij jou zeggen en dan ga ik je echt payback nemen. Nee, ik ben dan als eerst. Nee, hoezo? 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 Omdat ik dat zeg. We gaan iedere minuut. Oké, okay, daar is nog niet dat het leuk video doet. Doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren op ons kanaal. Want ja, het is eigenlijk ook jouw kanaal. Jouw kanaal toch? Jij? Eigenlijk ons kanaal, ja. Moeten we het veranderen naar Von en Daf? Ik weet niet, man. Laat het weten in de comments. Dus abonneren, ja, vond je het leuk?